Ik ben Bert Verijven van onderneming Arcadia. Vind ik geen vanzelfsprekendheid. Nee, zeker niet naar de toekomst toe zal dat niet meer vanzelfsprekend zijn. Aan de andere kant mag het ook niet zo zijn dat bedrijven waar één persoon de boel runt ineens niet meer populair zijn of in discrediet gebracht kunnen worden op om wat voor reden dan ook. Dus, maar dat het in meer hoofdige leiding zal worden of meer kader, ja. Wij hebben een vrij platte structuur. Wij zijn met 5 ondernemers in Arcadia. En iedereen heeft nog een locatie onder zijn beheer waar hij nog steeds verantwoordelijk is voor de tilt en het hele rijlen en zeilen. Uiteraard met ondersteuning van kadermensen en personeel. Maar wel met de bedoeling dat iedereen nog wel tussen de mensen functioneert. Ik run ook nog een tuin. Dat wordt wel steeds minder, maar dat merk ik wel, dat dat wat lastiger wordt. Maar mijn is meer het algemene situatie. Naar buiten toe, maar ook voor nieuwe ontwikkelingen. Ik doe ook met nieuwbouw en dat soort dingen, met banken. De meeste van ons hier zijn allemaal gestart als ondernemer. Ja, en door de jaren heen wordt een bedrijf steeds meer een onderneming. Het wordt allemaal wat ingewikkelder, het wordt allemaal groter. Ja, dan kom je natuurlijk meer dat je over een onderneming gaat praten dan dat je ondernemer bent. Maar in wezen blijf je ondernemer, onderdeel van de onderneming. Alle onderdelen proberen met 2 man op hetzelfde onderwerp te zitten, zodat je elkaar kan opvangen als er wat zou kunnen gebeuren. Dat is belangrijk, maar communicatie is natuurlijk heel erg belangrijk. Dus wij zitten ook regelmatig bij elkaar in overleg. Maar ook als wij een excursie hebben of een overleg gehad hebben of iets dergelijks, dan worden we geacht daar een klein verslagje van te schrijven, zodat ook de rest van de club op de hoogte blijft van hoe en wat. Want anders zijn er altijd een paar die niet weten wat een ander doet. En dat mag niet de bedoeling zijn. We moeten doen het met z'n 5 en alle 5 moeten weten wat er aan de hand is. Wij hebben Arcadia 9 à 10 jaar geleden handen en voeten gegeven. Daar hebben we als vertrekpunt genomen dat Arcadia is het bedrijf wat er over 30, 40 jaar nog moet bestaan, ongeacht wie er dan in zit. Dus wij hebben in principe gezegd, wij zijn ondergeschikt aan het belang van Arcadia. En dat is eigenlijk min of meer ons vertrekpunt geweest. Niemand moet, maar ik kan het wel aanbevelen. Nou, om toch heel goed over na te denken hoe je de toekomst ziet en wat je eigen toekomst is. Als je denkt van joh, ik mag nog 10 jaar of het zinkt mijn tijd wel uit, dan zou ik zeggen helemaal prima. Dan doe lekker je ding, wees blij, wees gelukkig en doe het wat je doet. Maar als je denkt van joh, ik wil een bedrijf wat nog jaren mee kan, ook nadat ik er niet meer ben, ja, dan zal je dingen moeten veranderen.